Dank u wel, voorzitter. En excuus dat ik iets te laat ben. Ik zat in een besloten commissievergadering hiervoor. Voorzitter, heel belangrijk om over de grensregio te spreken. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is om je eigen belastingen vast te kunnen stellen. We zijn een soeverein land. Maar aan die soevereiniteit kan ik je verzekeren. Ik woon aan de, in een ander grensstadje, Enschede. Daar heb je weinig aan als aan de andere kant de belastingen heel veel hoger of heel veel lager zijn. Dan is het heel fijn dat je zelf je brandstofaccijnzen kunt betalen. Maar ik kan me levendig herinneren dat ik nooit enige moeite had en nooit enige auto bij het tankstation bij mij in de weg zag staan. Maandenlang. Simpelweg omdat Duitsland de accijnzen verlaagd had en Nederland niet. Ik vond het wel fijn, ik denk heel makkelijk, maar voor de pomphouder was het een groot drama. Nou, op dit moment gaat het natuurlijk vrij aardig, want de Duitsers hebben hun accijnzen verlaagd. Hebben de verlaging weer teruggedraaid en Nederlandse accijnzen zijn nog verlaagd. Maar het geeft een soort jojo-effect waar niemand echt wijzer van wordt. Nou, ik heb dank aan de staatssecretaris dat hij het in de gaten gehouden heeft. Want, en ik hoop dat hij die dataset ook een keer open kijkt hoe hij die open kan publiceren. Er zijn weinig dingen, en dat kan via het CBS. Mijn collega van VWS weet hoe moeilijk het is, maar ik met oversterftecijfers, maar kan u helpen hoe dat gepubliceerd kan worden. Want er zijn weinig dit soort leuke, wat economen natuurlijke experimenten noemen met cijfers. Wat gebeurt er met je grenseffecten als je eens een keer flink heen en weer gaat? Als je dit beleid als een experiment bedacht had en ingeleverd zou hebben, dan zou je voor knettergek verklaard zijn. Maar nu we het toch gedaan hebben, is het wel leuk dat we weten wat het doet met de verkoop links en rechts van de grens. Dan kun je ook zien van, nou ja, als je volgende keer een voorgenomen beleid hebt, wat je beter kunt zien wat dat voor een effect gaat hebben. Ik had nog wel een vraag. Wat betekent nou die 20%? 20% van wat is acceptabel in die studie op microniveau? En dat was mij niet helemaal helder. Ja, dat is nogal een verschil. Op het moment dat het, het accijnsverschil niet meer dan 10 cent is, ga je niet 30 kilometer van de grens naar Duitsland rijden. Maar op het moment dat het verschil 30 cent is, weer wel. Dus 20% van wat en waar, ben ik wel even benieuwd aan wat dat is. Ik zou eigenlijk graag een mechanisme willen hebben, voorzitter, waarbij de staatssecretaris toezegt dat het accijnsverschil nooit groter wordt dan zeg 10 of 12 cent. Op benzine en diesel. En dan bedoel ik accijns en btw. En dan hou je toch een zekere beleidsvrijheid. En je mag er boven en naar beneden gaan zitten, al naar je politieke kleur, dat snap ik allemaal. Maar dan hou je ook een band waarvoor je met ondernemers in de grensregio gewoon rekening houdt. En overigens ook met je schatkist, want als de verschillen heel groot worden, dan ga je het wel degelijk merken in je schatkist. Zou de regering bereid zijn om zo'n mechanisme in de wet op te nemen? Voorzitter, in het verslag van het schriftelijk overleg van 17 juni antwoordt de staatssecretaris dat in het kader van het IAK, het Integraal Afwegingskader voor Beleid en Regelgeving, er nagedacht wordt over de grenseffecten. Nou, ik heb de leidraad er nog bij gepakt, waar die naar verwijst. En de grenseffecten worden gedefinieerd als van een grenseffect is sprake als een nieuw of gewijzigd beleid, wet of regelgeving invloed heeft op de dagelijkse activiteiten die anders zijn dan voor burgers, bedrijven en of bedrijven, overheden buiten de grensregio door afwijkend beleid in het buurland of het grensoverschrijdende karakter in de grensregio. Nou, dit is zo algemeen dat alles eronder gaat vallen. En als alles eronder valt, dan valt er helemaal niets meer onder. Dus ik vraag om een keer goed naar het IAK te kijken, te definiëren wanneer grensbeleid echt problematisch is en daarop te focussen als er nieuw beleid gemaakt wordt. Ja, een btw-verhoging van 1 of 2% vind ik interessant, maar ik snap, en die valt onder deze definitie, maar ik snap dat de regering dan zegt dat is zo. Voorzitter, dan een tweede punt en dat gaat over de thuiswerkers. We hebben een tijdelijke regeling gehad, die tijdelijke regeling die was geldig tot 1 januari voor de belastingen en die is nog tot 30 juni geldig voor de sociale zekerheid. Daarom ook blij dat de minister er is. De regering streeft naar een wat permanentere oplossing. Dat is een aanpassing van 883, het fameuze 883. Nou, als u weet hoe lang het duurt om Europese regelgeving te veranderen, dan hebben grensarbeiders daar nu niet zo heel veel aan. Dus ik steun ze in dit voornemen om dat te doen. Ik steun ook, we hebben hier allerlei initiatieven, toevallig is de Partij van de Arbeid er niet, om thuiswerken recht te maken.
maakt het ook voor grensarbeiders, is het mogelijk om deze tijdelijke regeling nog eens heel lang, heel tijdelijk te verlengen. Voor zowel de sociale zekerheid als voor de belastingen voor tenminste één dag per week.